vijf. Ik ben zo dichtbij. Als je nu echt gewoon door de bocht uitvliegt of zo. Eigenlijk één fuck op en je bent er geweest, denk ik. Ja, precies. Yep, I know. Ja, doei. Hey kijkers, mijn kanaal is Terms. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe GTA 5. Natuurlijk met Shaki en Gijs. Woehoe, bitches. Ik weet niet wat we moeten doen, maar het ziet eruit dat we hierheen moeten. Wat is een Shaak? Niks. Van mijn Vincent. Ja. Waarom duwde je me? Ik duw nooit iemand toe. Hij schoot gewoon uit. Ja. Laat die kerel gewoon. Hij kan er ook niks aan doen. Die is uitgeschoven. Oh shit. Ik wist niet eens dat het een GTA race was. Ja. Heb ik hem gehaald? Yep. Oh my god. Oh shit. Ik hoop dat ik de checkpoint zo kan halen. Oh nice. Mijn motorkap vliegt eraf terwijl ik in de jump zit. Oh nee. Oh, wie heeft de sticky bombs van jullie twee? Ik had hem neergezet. Eindelijk. Ik heb sticky bombs, guys. Oh, die was zo close, Shaki. Kun je die checkpoint niet halen, Gijs? Nee, shit. Wat? Ik wel hoor. Ik ben nog gewoon eerste. Shaki heeft hem gemist. Ik heb hem gemist. Jij ook. Nee hoor, ik heb hem niet gemist. Ah nee. Doei. Fuck. Hey, die rijdt naar beneden. Ikke. Wat dan? Heb je sticky bombs geplaatst? Zeg het maar hoor. Nee. Echt wel. Nee. Echt wel. Ik ben al gepakt, bitch. Ik heb proximity mines neergelegd. Wat? Je hebt landmijnen in de game, weet je dat niet? Nee. Oh, ja, je kan... Heb ik je nou volgens mij weer opgeblazen? Ja. Hoe doe je dat dan, landmijnen? Kun je maar vijf hebben. Oh mijn god, kut. Ah. Ik heb alleen maar sticky bombs. Hoe moet je die jump halen? Gijs! Nee! En daarom had ik eigenlijk dingen neergelegd. Fuck. Wow, Shaak, wat is je probleem? Gijs, rot op en ga niks neerleggen, want ik pak je. Ik pak je. Kom. The fuck moeten wij die jump kunnen halen? Hier komt het. Hier komt Shaquille zijn stunt, festijn, dingen. Heb je hem gehaald? Oh my god, hoe de fuck wil je dat halen? Ik heb wel een idee. Shaak. Wie heeft trouwens de roze auto? Wie denk je? Ik rijd nooit in een roze auto. Van roze. Nee, jij snapte hem, Vincent. Yep. Wat hè? Ik snapte hem niet. Nee, je moet een aanloop hebben. Ja, ik ook. Je moet heel ver naar achter. En misschien haal je hem dan. Bitch die je ook bent, hè. Ik ben nooit een bitch. Heb je hem, Gijs? Dat haal je niet. Waar de fuck hebben jullie het over? Ja, je moet gewoon een hele goede aanloop nemen. Dan haal je hem heel makkelijk. Vanuit de bocht. Oh shit, ik haal hem misschien iets te makkelijk. Ik heb daar een beetje veel geluk mee net, Vincent. Ik heb hem echt super easy gehaald nu. Ik vloog er overheen, dat was mijn probleem. Oh ja. Shit! Ik weet niet hoe dit gaat doen hoor. Maar... Ik vlieg! Oh, en ik land. Hoe wil je zo'n grote aanloop nemen? Ik kom er toch nog steeds niet op hoor. Geen idee. Je moet een stuk terugrijden. Ga jij ook? Kom op! Nee! Ga jij het hem zeggen of moet ik het zeggen? Ja zeg! Gijs, we lopen van 6. Gijs, we lopen al 6, 30 seconden voor. Dus als de DNF er is, dan weten we sowieso naar wie die gaat. Flikkers, jullie hebben die boost gepakt aan de linkerkant. Jullie zijn echt Oh my god, dude. Ja, echt niet lief. Ik vond hem wel leuk. Ik zag Vincent er zo langs rijden en ik denk zo van... Hé, dat is verdomd nog niet eens zo'n slim idee. Zo'n slecht idee, sorry. Gijs, schiet hem maar op. Mij zeggen dat... Ah. Ja, jij naaide mij de vorige sessie, dus... Ja, inderdaad. Ik dacht van, ik ga mee naaien. Oké, it's just like that. Zeg, hoe ver ben je in de race? Ik heb geen idee. Begin iets te ruiken in de lucht. Het is niet kanaal digitaal. Er zit iets moois in de lucht. DNF voor Shaak. Hij vliegt over de checkpoint heen. Niet waar, ik heb hem. Nee, Shaak, sorry, het spijt me heel erg. Ik vind je heel aardig. En ik mag nog ooit nog een keer de nasje van je moeder eten, maar dit keer heb je wel de DNF. Nee, ik vind het gewoon een oneerlijke DNF. Jullie... Nee. Trouwens! Jullie wisten gewoon hoe je dat moest doen, omdat jullie gewoon aan het cheaten waren. Nee, we hebben gewoon legit gespeeld. Nee, ik vind het cheat. Het is slikker om het gebruikt te worden. Ja, maar niet in zo'n opzicht. Shaki. Nee. Kijk eens. We staan weer gelijk. Ik wou net zeggen, we moeten even een scorebord gaan. Zie je nou even van de positieve kant, Shaak. Het is 14-14-9. Mensen, op naar de volgende race! Kijk mijn poppetje een dik hoofd hebben. Ja, volgens mij heb jij mijn hoofd, man. Kijk hoe een babyface er bij mij op zit. Ik heb inderdaad jouw hoofd! Hè? Hoezo heb jij mijn hoofd gest...
Wie heeft mijn hoofd dan? Ik heb jouw hoofd. Nee. Volgens mij heb ik Sjaak zijn hoofd. Sjaak heeft jouw hoofd. En jij hebt mijn hoofd. Sjaak heeft mijn hoofd. Sjaak, waarom hebben we met hoofden gerolen? I don't know. Nou jongens, laten we dit gewoon gaan doen. Jij hebt gewoon mijn kop gezien. Nee, ik heb... die vrouw daar rechts met dat witte hoedje heeft onze koppen gewisseld. Wie pakt er? Pak er! Sjaak. Allemaal rechts op die vrouw! Op die vrouw! Snel! Pak haar! Tjaka! Oh shit, nu knal ik tegen een boom. Ja, heb ik de checkpoint gemist. Ja, ik knal tegen de boom omhoog. Alleen, ja. Alles gaat naar Bassie, jongens. Alles gaat... Oh mijn god, mijn adder raakte gewoon uit de slip als een malle. Ik had hem wel goed te pakken. Hoppatee, zo op de... Zeg, volgeschept, zeg maar, over de kap heen. Of gewoon zo'n lichtelijk tikje als die man van een paar afleveringen. Gewoon geschept. Echt over de motorkap. Gewoon zo... Dat. Zoals hoe je in een actiefilm over de motorkap gaat, zoiets. Ja, zoiets, ja. Oh. Ik mis een checkpoint. Oh, maar god, dit is zo jammer, hè. Oh, shit! Ik had gewoon gas bij moeten geven. Ik durfde het alleen niet, want ik was bang dat ik doorschoot. Sjaak haalt hem. Woehoe! Hoe de fuck? Wat? Hoe de hel wil je dat daar doen op het dak? Doe je gaat. Het was te proberen. Het was te proberen. Oh my god, en ik zit ook vast ook nog. Hoe komen we op het andere dak? Oh. Dat zeg ik niet. Ik zie totaal niet de ramp staan, dus dat scheelt. Sjaak, achteruit! Kom. Hier, ga, dames eerst. Ladies first. Oh. Oh my god. Ja, Vincent, je bent echt goed bezig. Ik zak er gewoon tussendoor. Hey jongens, jullie raden het nooit. Ik heb hem in één keer gehaald. Niet. Oh, ja. Wacht. Maar hij valt best... uithalen. Oh nee. Hij valt best mee hoor, als je gewoon een beetje gas geeft. Ja, maar dat eerste stukje is gewoon heel irritant al. Kijk. Nee, jij bent de... Oh, ik zie hem. Ja, ik snap hem. Ja, het is echt... Het stelt niks voor. Kom op, Shaquille. Ik denk dat ik vandaag gewoon een goede vibe heb. I don't think so. Ik heb een vrolijke glimlach op mijn gezicht, wat je eigenlijk niet ziet, maar ik heb een glimlach. Ik heb een lekker rustgevend achtergrondmuziekje op staan. Mm-hmm. En we gaan gewoon vol gas. Dat werkt niet, hè, Sjaak? Ik probeerde het ook. Oh, jij bent echt een flikker. Nee, dat werkt ook niet. Jongens, schiet eens op. Hey, beweeg nou even met je eigen zaak bemoeien. Hier. Ja, ik ga goed hoor. Ik wil niks zeggen. Wat de hel? Oh. Als een van jullie nou een DNF krijgt, dat zou leuk zijn. Oh, wat is dit voor een stomme, lompe bocht? Nou, hallo. Touwe. Hallo. Hey jongens, ronde 2 van de 2. My god, waarom is het zo moeilijk? Zwart, zitten jullie nog steeds vast bij die jump? Ja! Oeh. I have no freaking clue, dude. Oh my god. Het komt denk ik door de muziekkeuze, denk ik. Yep, yeah. I guess so. Sjaak, je moet hem echt rijden, anders kan je hem niet halen. Ja, ik kan het echt niet halen. Zijn jullie aan het proberen te cheaten of zo? Nee. Nee hoor, nooit geprobeerd ook. Je moet gewoon door die looping heen rijden. Ja, alleen die looping is zwaar kloten. Aan het begin, dat is gewoon het kutste stukje. Hé hey, jongens. Wie heeft er nu? Nu ik, ja. Let's go. Ik ga jullie zo meteen... Let's do this. Ik weet hoe ik hem moet doen. Ja, hè. Wat? Hoe moet je... Ik ga niet zeggen hoe ik hem heb gedaan. Wat bedoel je? Oh, kut. Ik moest een dak verder. Dat is vervelend. Nou, je kan hem op één manier heel makkelijk halen. Waar de fuck is de checkpoint? Waar is de checkpoint? Oh. Oh, op straat, Sjaak. Oh. Zit je naast me? Ja, ja, achterin. Nice. Oh, kijk uit. Aan de kant. Oh, ik help je. Ja, ja, ja. Oké. Hé, nee! Niet zo doen! Nee! Fuck jou dan! Ik hielp je! Ja, dat zou ik ook zeggen! Zeker om me van de weg af te krijgen, zo hielp je me zeker! Helemaal niet! Dat zou ik nooit doen! Hij hielp je, knipoog! Ja, hij inderdaad! Hij gewoon keihard! Net zoals de vorige keer! Ik hielp hem! Net zoals hij de vorige keer! Hij snapt aan uit de bocht vliegen! Ja, zoek gewoon elke keer een nieuw vriendje die jou helpt, hè! Helemaal niet! Echt wel! Sjaak is nummer 1, Matenaar! Yep! Matenaar! Ah ja, sinds wanneer ben je geboren, Sjaak? 1996. Meet in 1996. Matenaaier, BV. Nu kom ik je halen, Vincent. Omdat je niet aardig tegen me deed. Hoezo deed ik nou weer niet aardig? Ik hielp, zodat je niet freaking... Kijk wat je doet. Hallo, ik maak de boel wat netter in de buurt. Ja, fucking fontein die omhoog springt.
Nee, dat heet een brandweerslang. Jongens, ik heb alweer gewoon de jump gehaald, hè. Gijs, ga jij nou maar gewoon lekker doorrijden? Wij zijn gewoon nog even lekker aan het stoeien met z'n tweeën, ja? Ja, doe maar. Zorg even dat iemand een DNF krijgt. Dan wordt dit klassement nog een beetje spannend. Wauw. Ik ga hem niet krijgen, hoor. Ik helemaal niet. Ik ga alweer naar de finish toe, dus. Ik ga nu het dak weer opspringen. Ik ook. Hey, jongens, ik zie jullie. Hallo, Gijs. Hallo, Jacques. Oh, dat is een boom. Oh, ik spring eroverheen. Yep. Hey Vincent, doe het. Geef Sjaak nog een DNF'je. Nee. Alsjeblieft? Nee. Maar ik vraag het vriendelijk. Nee, mag ook niet. Oh, alsjeblieft? Nee. Ik betaal je muntjes. Nee. Geef nou maar dat geld wat jij van Sjaak hebt gekregen de helft weer terug. Kom maar halen. Dan krijg je lekker een bakje frietjes erbij. Oh nee, dan komt het weer. 3, 2, 1. Is het niet patat? Is het niet friet? Wat? Het is bij mij gewoon friet hoor. Ik weet niet of je het ziet. Gisteren op Twitter, jongen. Iedereen weer... Ja, ik zag het. Holy fuck. Ik heb gewoon één simpel antwoord tot de discussie. Noorden is patat, zuid is friet. Opgelost. Dat is ook zo. Hey jongens, dat was makkelijk. Vincent gaat naar beneden. Oh. En ik ga omhoog. Als ik hem nu haal, dan ben ik de man. Eén ding kan ik halen, hè. Oh, maar dan dat andere gedeelte. Zo hatelijk. Nou, leuk. Ja, dinde... Bam! Doei, Vincent. Nee, dit meen je niet. Gijs, jij ziet waar ik sta, hè? Dat is kut. Let's go. Kan je in het midden dan... DNF voor meneer Vincent komt eraan. Eén DNF met één... Ja, die middelste paal. En dan een beetje zo... Ja, oh, nee. Dat was wel mijn plan ongeveer. Ho. Oh, daar... Ho. Oh! Nou, goed, nail dit. Oké, okay, go, Shaquille. Go. Nee! Oh, dan krijg je dit natuurlijk. Ja, mooi. Tijd rekken. Sjaak, ik geef je 2 kusjes in ruil voor ja, dat. Kusjes. Let op, Sjaak. Het zijn mannelijke kusjes. Nee hoor. Ik zal Goldie even voor je halen. Nee, ik wil geen kusjes van mijn hond. Ben gek. Nou, Tommy dan. Tommy is een lieve poes. Nou, dat bedoel ik. Dan krijg je er ook een kat erbij. Goed. Ik hoef geen kusjes. Please, ik wil geen DNF. Ja, ja, jammer. Maar het was toch een lieve poes? Ja. Wil jij geen poesekusjes geven? Ja, hoezo wil je geen poesekusjes? Sjaak, ik moet je ons wat vertellen. Nou, dat Vincent de DNF krijgt. Raak maar, Vincent. Maakt eerlijk het klassement tussen jullie twee wel spannend. Gijs, ik ben zo dichtbij. Als je nu echt gewoon door de bocht uitvliegt of zo... Eigenlijk één fuck op en je bent er geweest, denk ik. Ja, precies. Yep, I know. Ja, doei. 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 Nee, misschien. Dat is zo lullig! Doei. Doei. Yes. Dat is zuur. Dit is zo lullig. Elke keer gebeurt dit bij mij. Elke keer weer. De vorige keer ook. Nou, mensen. Ik moet de klaspet maar weer aanpassen. 15 voor mij, 14 voor Sjaak en 9 voor Gijs. Mensen, tot de volgende keer bij een nieuwe GTA 5. Vergeet even niet op het duimpje omhoog te drukken. Vergeet niet te abonneren op G-Typo, Sjaak Plays, mijn kanaal, Dutch Terms. En halen we 2000 likes, zou super awesome zijn. Zeg ik tegen jullie, tot de volgende keer mensen. En ciao! Yo!